Het Prins Hendrik kwartier in Bussum. Een hele mooie wijk met heel veel mooie statige huizen. Mijn naam is Ellen Mouthaan en ik laat vandaag de Mecklenburglaan 54A zien. Ga je met me mee? Dit is met recht een herenhuis. Heel mooi statig. Kijk eens hoe mooi hoog het huis is. En kijk eens naar de hele mooie details. Ja, I love it. Kijk hier bijvoorbeeld die glazuurde rand die erin zit. En dat zie je ook daar. En daar. En daar. Het geeft toch eigenlijk dit huis wel ja, een hele luxe uitstraling. Oh ja, de voortuin. Die is echt een fantastische zonligging. Heel veel privacy. En een heerlijke plek om lekker te zitten. En heb je nou kinderen? Dit is een ontzettend rustige woonstraat. Kinderen spelen op straat en jij kunt zelf hier genieten in de zon, terwijl jouw kinderen gewoon lekker aan het spelen zijn met de kinderen uit de buurt. Maar nu het huis. En als je dan binnenkomt, dan kom je binnen in de vestibule met de garderobe en dan tussen de vestibule en die hal, ja, die ontzettende mooie deur, ja, met een, wat is het, een tulp. Echt beauty. Praktische vestibule voor die jassen. En dan, ja, als je hier staat, dan krijg je meteen al een wauw gevoel van wauw, die diepte van het huis. Dit huis heeft wel een geschiedenis, zoals zo heel veel oudere huizen. En toen de verkopers het huis kochten, ja, toen moest er echt heel veel aan gebeuren. Nou, en dat is ook heel mooi gedaan met heel veel behoud van de stijlkenmerken. Kijk even naar het plafond. De woonkamer en suite heeft een hele grote voorkamer met een stijlvolle gashaard. Ja, die erker, heel hoog en daar ook heel erg licht. En dan kijk de en suite deuren. Daarmee kun je de achterkamer en de voorkamer natuurlijk van elkaar scheiden. Maar ja, je hebt ook nog een woonkeuken, dus waarom zou je het überhaupt doen? De keuken ligt dus aan het eind van die hele lange gang. En ja, kijk eens wat een ontzettend mooi werkblad, granito. En ja, hier kun je als hobbykok natuurlijk echt wel gruwelijk goed aan de gang. Maar goed, dan moet je eerst natuurlijk even een recept uitzoeken. Nou, ik heb hier ook ruimte om gewoon goed te zitten. Eigenlijk een heel leuk formaat woonkeuken. Zou je hem nog iets groter willen, hier achter deze giraf, daar ligt nog een schuur. Nou, je zou kunnen overwegen om die schuur hierbij te trekken. Dan krijg je helemaal een grote woonkeuken. Ja, wat jij wil. Op de eerste verdieping heb je een drietal slaapkamers van twee hele grote. En dit is echt wel de hoofdslaapkamer. Met, ik vind het ontzettend ingenieus, een open badkamer. Met hier achter een dubbele vaste wastafel. En daar tussen de kasten in de douche. Ook deze kamer is heel erg licht en heeft als extraatje openslaande deuren naar het terras. Ook hier kun je fantastisch zitten in de zon. De tweede grote slaapkamer ligt aan de achterkant, nu in gebruik als werkkamer. De kinderen hier zijn uitgevlogen, dus ja, kinderkamers zijn hier wat minder noodzakelijk, maar daar kun je natuurlijk ook weer voor gaan gebruiken. Dan hebben we op deze verdieping nog een kleinere slaapkamer aan de voorkant. En badkamer en apart toilet. En dat laatste vind ik altijd wel heel erg prettig. De vierde slaapkamer ligt op de zolder. Met een heel leuk raam. En op de zolderverdieping vind je ook nog deze praktische cv-wasbergruimte. Heb je nou behoefte aan een extra werkplek? Nou, zou je hier ook nog kunnen creëren. Wil je meer weten over dit huis? Ga naar www.mecklenburglaan54a.nl en dan vind je ook nog plattegronden, 360 graden tour en allerlei andere informatie. Wil je komen kijken? Maak even afspraak met ons via WhatsApp, via Facebook Messenger of gewoon bellen. Ik zie je graag hier.